Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 499 weer uit de eerste brief van Paulus aan Corinthe. In de vorige uitzending hebben we vooral nagedacht over de gaven van profetie en talen. Paulus gaat daar in hoofdstuk 14 uitgebreid op in. De kern van wat hij zegt is dat de gemeenteleden hun gaven allereerst zo moeten gebruiken dat ze anderen verder helpen in het geloof. Wie zijn gaven in de gemeente gebruikt om zichzelf op te bouwen, is niet goed bezig. Dat kan hij net zo goed thuis doen. Paulus geeft aan dat het spreken in andere talen alleen zinvol is wanneer het ook door iemand uitgelegd kan worden. Anders is het alleen voor iemand zelf wel fijn en opbouwend, maar niemand kan er verder iets mee. Daarvoor komen mensen niet in de gemeente. De apostel wijst erop dat het daarom ook belangrijker is om te streven naar het profeteren. Met profeteren bedoelt hij dat iemand woorden namens God spreekt om anderen te bemoedigen, op te bouwen of te troosten. De Heilige Geest is het die iemand daarin leidt om op het juiste moment de goede woorden te spreken. Omdat de Geest van God ook de harten van luisteraars kent, weet hij precies wat een ander nodig heeft. Hij kan ongelovigen overtuigen van de waarheid en gelovigen dat geven wat hun geloof versterkt. De Heilige Geest kan daarvoor elke gelovige gebruiken. Wie vervuld is met de Heilige Geest, zal zegen om zich heen verspreiden. Iedereen heeft wel iets om mee te nemen en anderen mee te dienen in de gemeente. Paulus wijst erop dat het wel in goede orde moet verlopen, omdat God niet een God van wanorde is. Tijdens de samenkomsten is er niet altijd tijd voor iedereen om wat te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat ook daarbuiten mogelijkheden genoeg zijn om anderen op te bouwen en te dienen met de woorden van God. In 1 Korinthe 15 gaat het voornamelijk om een dwaaleer waarin de lichamelijke opstanding van de gelovigen wordt ontkend. 1 Korinthe 15, vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Binnen de Griekse filosofie, met zijn hoge waardering voor de geest en zijn minachting van de materie, het stoffelijke, het lichaam, was de gedachte van een lichamelijke opstanding van de doden onvoorstelbaar en belachelijk. Sommige pasbekeerden namen deze filosofische bagage mee toen ze gelovig werden. Dat leidde in de gemeente tot het ontstaan van een dwaaleer, waarin men het christelijk geloof met de Griekse filosofie probeerde te verenigen. Al eerder in Thessalonica, maar nu ook in Korinthe, wordt Paulus geconfronteerd met deze stroming, die zich onder andere uitte in twijfels in verband met de opstanding van de gelovigen. Bij zijn bestrijding van deze dwaaleer baseert Paulus zich op de waarheden van het evangelie, dit goede nieuws hebben de Korintiers gehoord en aangenomen. Het is het fundament van hun christenzijn. Zou dit evangelie veranderd of weggenomen worden, dan zou daarmee geestelijk gezien de basis van hun leven wegvallen. In Korinthe 15 vers 2, Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. In het verleden hebben de Korintiers het evangelie aangenomen. In het heden leven zij als gelovigen vanuit het evangelie. En wat betreft de toekomst is het de bedoeling dat ze eraan vasthouden. Deze redding heeft betrekking op het eeuwig behoud en de eeuwige heerlijkheid. De vervulling zal gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. De Corinthiërs mogen aan de inhoud van het goede nieuws niets veranderen. Anders hadden ze evengoed niet gelovig kunnen worden. Waarom? Omdat als ze geloven wat gangbaar is, er geen opstanding van doden is. 1 Korinthe 15, versen 3 en 4. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb: dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Paulus heeft de Korintiërs precies dat doorgegeven wat hij zelf ook ontvangen had. Over het feit dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven bestaat geen twijfel. Daarvan waren meer dan voldoende getuigen. Dat hij stierf als een verzoeningsoffer voor de zonden van de mensen is ontleend aan het Oude Testament. Daarin is voorspeld dat de knecht van de Heer zou lijden voor de zonden van de mensen. Ook de verwijzing naar de begrafenis van de knecht van de Heer, de Messias, vinden we in Jezaja 53. De getuigenis van het Oude Testament over de opstanding wordt ontleend aan Psalmen 16 en 110. Hij werd begraven, dat maakt duidelijk dat het om een dood lichaam gaat. Dat betekent dat bij de opstanding het lichaam van de Heer Jezus opnieuw tot leven is gewekt, want het graf was leeg. De blijdenis. Van Jezus' opwekking vormt de kern van het Evangelie. Zijn opwekking op de derde dag is ook voorspeld in het Oude Testament. In Hosea 6, vers 2 staat: Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. De woorden na twee dagen en op de derde dag hebben hier de betekenis binnenkort. Daarmee spreekt Hosea namens de Heer over een opstanding van het volk. Als Paulus op Josea 6, vers 2, speelt, geeft hij er geen verklaring van, maar de toepassing ervan op de opstanding van Jezus Christus. 1 Korinthe 15, vers 5. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. De opstanding van de Messias wordt niet alleen in het Oude Testament aangekondigd, maar ook bevestigd door de feiten. Niet de eerste verschijning aan de vrouwen wordt genoemd, maar de verschijningen aan de kroongetuigen Petrus of Kefas en de twaalf apostelen. Tijdens Jezus' eerste verschijning aan de apostelen was Thomas afwezig en ontbrak vanzelfsprekend ook Judas Iscariot. Toch worden de overgebleven tien als groep de twaalf genoemd. In Korinthe 15 vers 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Het grote aantal getuigen van deze verschijning maakt een vergissing onmogelijk. Bij de verschijningen van de Heer Jezus gaat het niet om visioenen, maar om objectieve gegevens en historische feiten. Bovendien blijkt dat de meesten van deze getuigen tijdens het schrijven van deze brief nog in leven zijn. Dat is zo'n 24 jaar na de opstanding van de Heer Jezus. De Corinthiërs kunnen de historische betrouwbaarheid van Jezus' opstanding controleren. De verschijning van Jezus aan meer dan 500 gelovigen wordt hier wel genoemd, maar we vinden er nergens een beschrijving of een verslag van. Nog in de evangeliën, nog in handelingen. Het kan om een verschijning aan volgelingen in Galilea gaan. Die door de Heer Jezus en door de engelen was aangekondigd. Het is ook mogelijk dat het gaat om een verschijning in Jeruzalem, kort voor de hemelvaart. Het feit dat er tussen de opstanding van de Heer Jezus en zijn te verwachten wederkomst gelovigen sterven, moet de Corinthiërs aan het denken zetten. Door deze bevoorrechte ooggetuigen die de opgestane Heeren hebben gezien en daarna zelf zijn gestorven, moet de opstanding van Jezus toch op een of andere manier positieve gevolgen hebben. Er is uitzicht en hoop voor hen en de andere gelovigen die gestorven zijn of zullen sterven voor de wederkomst van de Heer Jezus. In Korinthe 15 vers 7 Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. De genoemde Jacobus kan niemand anders zijn dan Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Jacobus treedt al snel als leider van de gemeente te Jeruzalem naar voren. Na het noemen van de verschijning aan Jacobus, noemt Paulus een verschijning aan alle apostelen. Kennelijk gaat het daarbij niet om de twaalf alleen, maar om een grotere groep die als apostelen, gevolmachtigde gezanten, van Jezus optraden. In het Nieuw Testament worden naast de twaalf apostelen, Jacobus en Paulus, alleen nog Barnabas en eventueel Andronicus en Junia als apostelen genoemd. 1 Korinthe 15 vers 8 En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. De allerlaatste aan wie de Heere is verschenen is Paulus zelf omdat het hier gaat om een visionaire verschijning, zal Paulus de verschijning op de weg naar Damascus bedoelen. Daarvan waren tot op zekere hoogte zijn medereizigers getuigen. Later is er ook nog sprake geweest van visionen waarin Paulus de Heere Jezus zag. Op grond van de verschijning van de Heere Jezus op weg naar Damascus bewijst Paulus zijn roeping tot apostel. Opmerkelijk is het gebruik van de woorden ontijdig geborene. Je kan afhankelijk van de vertaling verschillende woorden vinden, variërend van ontijdig geboren. Misgeboorte, misbaksel enzovoort. De reden daarvoor is omdat de vertaling niet zeker is. Het gebruikse Griekse woord is ectroma en kan slaan op prematuur of abortief. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat Paulus aangeeft dat er iets mis was met de timing van zijn geboorte. Anderen dat hij doelt op het feit dat hij op het moment dat de Heere aan hem verscheen nog geen gelovige was, maar een vervolger van de gemeente. De verschijning vond plaats toen Paulus nog in een toestand van geestelijke verblinding verkeerde. Hij was toen totaal niet voorbereid op een dergelijke verschijning van de Heer Jezus. Hoe het ook zij, aan de hand van de volgende versen weten we zeker dat hij zichzelf onwaardig vindt een apostel te zijn. In de volgende uitzending gaan we deze versen bekijken. Nu wil ik graag nog wat toelichten over de onwaardigheid van Paulus' vroegere leven tegenover de kracht van de genade van God. Deze genade is er de oorzaak van dat. Het apostelschap van Paulus veel vrucht troeg. De genade aan Paulus is niet vruchteloos geweest, want ook de bekering van de Korintiërs was daarvan het gevolg. Paulus heeft zichzelf harder ingezet dan de andere apostelen voor de verkondiging van het Evangelie. Hij deed het dikwijls onder moeilijke omstandigheden. Niet alleen de inspanningen van Paulus waren bijzonder groot, maar ook de resultaten, namelijk het ontstaan van vele christelijke gemeenten in Cilicië, Galatië, Azië, Macedonië en Achaïë. Zuid-Griekenland. We zullen zien dat Paulus heel goed beseft dat het niet zijn verdienste is. Als het aan hem had gelegen, had hij de gemeente uitgeroeid. Zowel zijn bekering als zijn inspanning zijn het gevolg van Gods genade. Alle eer is voor de Heer. Hijzelf en de andere getuigen, en het bijzonder de andere apostelen, hebben bij het verkondigen van het goede nieuws steeds de vergeving van zonden en de opstanding van Jezus Christus centraal gezet. De opstanding van Christus maakt dan ook deel uit van het fundament van hun geloof. Geen van de Corinthiërs zal deze opstanding willen ontkennen. Daarom neemt Paulus de algemeen aanvaarde en erkende lichamelijke opstanding van Christus Jezus als basis voor zijn onderwijs over de lichamelijke opstanding van alle gelovigen. Toen Jezus dood was, wilden de apostelen het lichaam niet uit het graf weghalen. Zij wilden het lichaam in het graf laten en de Romeinse verzegeling van het graf niet verbreken. Daarmee zouden zij ook de Romeinse soldaten die het graf bewaakten in verlegenheid brengen. Dat had alleen voor nog meer problemen gezorgd. Wat gebeurde er in die situatie? De volgelingen van Jezus kregen het bericht dat Jezus uit de dood was opgestaan. Dat bracht de ommekeer in hen teweeg. Het gevolg was dat de christelijke gemeente ontstond. Gedurende dat begin en tot nu toe zijn er miljoenen mensen geweest die geloofden dat Jezus is opgestaan. Het was en werd het eerste getuigenis van de gemeente van Christus. De Heere is waarlijk opgestaan. De gemeente van Christus is niet los te maken van de opstanding. Gelovigen zijn gered op grond van de dood en opstanding van Jezus Christus. Zonder de opstanding van Jezus Christus is er geen goed nieuws van een levende Christus, die redt van alle zonden. Kortom, zonder de opstanding van Jezus Christus is er geen evangelie en is er ook geen christelijke kerk. Vanuit die werkelijkheid is het te verklaren waarom er vaak weerstand is tegen de belijdenis van de opstanding van de doden. En de opstanding van Christus. Daarom wil ik in het slot van deze uitzending nog kort ingaan op vier, in onze tijd, vaak voorkomende vragen over de dood en opstanding van Jezus Christus. De eerste vraag komt in allerlei varianten voor, en vraagt naar de echtheid van de dood van Christus. Was zijn dood een schijnvertoning en zijn opstanding bedrog? Door analyse van medische en historische gegevens hebben vooraanstaande medici op grond van de feiten geconcludeerd dat Jezus de gruwelijke folteringen van de kruising niet overleefd kan hebben. Laat staan de gapende wond in zijn zij, door zijn long en hart. Voor de opvatting dat hij op een of andere manier aan het kruis is bezwijmd en deed alsof hij dood was, ontbreekt elk bewijs. Romeinse beulen waren heel efficiënt in het besef dat ze zelf het leven erbij zouden laten als een van hun slachtoffers het kruis zou overleven. Zelfs als Jezus de foltering op een of andere manier zou hebben doorstaan, zou zijn erbarmelijke toestand nooit de aanzet kunnen geweest zijn tot een wereldwijde beweging gebaseerd op het uitgangspunt dat gij een glorieuze overwinning had behaald op de dood en het graf. Ook de tweede vraag komt in verschillende varianten voor. Was Jezus' lichaam echt uit zijn graf verdwenen? Wetenschappers hebben aangetoond dat het blijvende symbool van Pasen, het lege graf van Jezus, een historische realiteit is. Het lege graf wordt vermeld of indirect genoemd in vroege bronnen. Het evangelie naar Marcus en de geloofsbeleidenis in 1 Korinthe 15, die van zo kort na de gebeurtenis dateren, dat ze op geen enkele wijze door legendevorming kunnen zijn ontstaan. Het feit dat de evangelien berichten dat vrouwen het lege graf ontdekten, bevestigt de echtheid van het verhaal. De plaats van Jezus' graf was bekend bij zowel christenen als joden. De feiten konden door sceptici worden gecontroleerd. Trouwens, niemand heeft ooit beweerd dat Jezus' lichaam nog steeds in het graf lag. In plaats daarvan zagen ze zich genoodzaakt het absurde verhaal te verzinnen dat de discipelen zijn lichaam hadden gestolen. Hoewel zij geen motief of gelegenheid hadden. De derde vraag: Is Jezus na zijn kruisdood wel levend gezien? Het bewijsmateriaal voor de verschijningen van Jezus na zijn opstanding heeft zich niet door de jaren heen ontwikkeld. De opstanding stond juist vanaf het allereerste begin centraal in de verkondiging van de eerste gemeente. De oeroude geloofsbeleidenis uit 1 Korinthe 15 noemt met naam en toenaam de mensen die de opgestane Christus hebben ontmoet. Trouwens, Paulus riep twijfelaars uit de Eerste Eeuw zelfs op persoonlijk met deze getuigen te gaan praten, om de waarheid in deze kwestie te achterhalen. Het boek Handelingen is bezaaid met bijzonder vroege bevestigingen van de opstanding van Jezus, terwijl de evangeliën talrijke ontmoetingen gedetailleerd beschrijven. De echtheid van de verschijningen van Jezus is net zo goed bewezen als wat dan ook in de oudheid. Er kan geen rationele twijfel over bestaan dat ze niet hebben plaatsgevonden. De vierde vraag. Zijn er dan ondersteunende feiten die op de opstanding wijzen? Ja, die zijn er. Ten eerste verkeerden de discipelen in de unieke positie dat ze wisten of de opstanding had plaatsgevonden. Ze hebben tot hun dood toe verkondigd dat het waar was. Niemand sterft, welbewust en bereidwillig voor een leugen. Ten tweede is er, behalve de opstanding, geen goede reden waarom sceptici als Paulus en Jacobus zich bekeerd hebben en voor hun geloof gestorven zijn. Ten derde begonnen duizenden Joden, binnen enkele weken na de kruisiging, centrale Joodse gebruiken prijs te geven, die eeuwenlang van essentieel sociologisch en godsdienstig belang waren geweest. Zij geloofden dat ze verloren hingen als ze het mis hadden. Ten vierde bevestigden de vroege sacramenten van avondmaal en doop de opstanding van Jezus en zijn goddelijkheid. En ten vijfde, mocht de opstanding niet waar zijn, dan veroorzaakt het wonder van de opkomst van de kerk ondanks de vrede Romeinse vervolgingen, een groot gat in de geschiedenis. Met wat zou een historicus kunnen aankomen om dit gat te dichten? De opstanding van Jezus Christus is de enige verklaring voor het grote wonder van de opkomst van de kerk, de gemeente van Christus. Er is meer te zeggen en aan te geven over de gestaalde vragen. Uitgebreide beschrijvingen, onderbouwingen en conclusies zijn in de literatuur te vinden. Dit is maar een korte en onvolledige samenvatting. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.